Jullie zullen wel denken, heeft Joran een eigen spel? Staat hij niet eens in de top 100? En mijn stem, het wordt steeds slechter. Oh, dat is niet goed. Misschien ook wel een beetje te maken met hooikoorts. Maar hey, we gaan gewoon doorknallen met video's maken. Maar ja, dan gaat mijn stem ook niet heel veel beter van worden. Maar ik hoop dat het over een paar dagen weer goed is. In ieder geval, ik sta dus nog niet in de top 100 in mijn eigen spel. Maar dat heeft een reden. Ik heb ziek veel coins gespaard. Dat is echt niet normaal. Ik heb nu 994.000. Die laatste nul, die kan je helaas niet zien. Omdat het daar te weinig ruimte voor is. Ik heb het al doorgegeven. Dus als het goed is, wordt het aangepast. En sowieso worden er allemaal dingen aangepast. Want de besturing is niet optimaal. Er zijn wat kleine dingen. Maar ja, dat heb je als een spel net nieuw is. Dan zijn er altijd natuurlijk gewoon beginnersdingetjes wat niet helemaal goed is. Maar dat wordt allemaal aangepast. Er komen updates aan. En dan hebben we gewoon weer een superziek spel. Het spel is nu al superziek. Maar dan wordt het nog zieker. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar als jij denkt, hey, dit spel wil ik zelf ook spelen. Check het. Link staat in de beschrijving. En download Euro Kick Cup. En oh, ik hoop dat mijn stem wel een beetje gaat bijtrekken. Want als ik echt helemaal schor word, dan kan ik echt geen video's meer maken. En dan heb ik wel echt een probleem. Dat is gewoon mijn werk, weet je. En het is ook mijn hobby. Het is alles. Oh, dat zou echt verhalen zijn. Maar hey, ik zal trouwens even laten zien hoeveel ik sta met Euro Kick Cup. Ik sta momenteel 318e met een afstand van 641. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Dat kan niet. Maar ik heb dus enorm veel coins gespaard, zoals jullie zien. Bijna een miljoen. Ik ga nog even één keer schieten, zodat ik een miljoen heb. En dan kan ik een miljoen aan upgrades doen. Maar voordat we dat gaan doen, doe dat duimpje omhoog. Zouden we de 3.000-4.000 likes kunnen halen? Dat zou ziek zijn. Denk het niet, maar 2.000 likes zou ook nice zijn. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op de belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. Voor Bouws aan mijn kleding, check bouws.nl. Maar we moeten eerst nog even zorgen dat we natuurlijk gewoon eventjes ver komen en eventjes wat coins gaan verdienen. Want dat is natuurlijk het chillste. Trouwens, tips voor jullie. Zeg maar, sommigen die zeggen, ja, de besturing is helemaal niet goed. Als je je vinger op het scherm houdt, is er niks aan de hand. Op het moment dat je de vinger eraf haalt en dan vervolgens opnieuw probeert te besturen, dan wordt het wel lastig. Kijk, dan heb je wel een probleem. Maar voor nu, voor zo, wil het prima. Ga ik die goal nog halen? Ja, en dat geeft trouwens een boost. Op het moment dat je over zo'n heuveltje heen gaat, krijg je een lichte boost. Voor degene die het nog niet wist, is dat wel vrij handig. Maar we hebben dus nu een miljoen coins. Ja, het wordt dus, er staan nu 10.000, maar eigenlijk is het een miljoen. Ik heb zo belachelijk veel gespeeld om dat voor elkaar te krijgen. Dat is echt niet normaal. We kunnen trouwens zo meteen ook eventjes een andere voetbal kopen. Ja, dat is ook wel leuk. Ik heb nu toch genoeg van die punten. Maar laten we eerst even wat upgrades doen. Mijn kaartje is nu 12. Dan gaan we zo meteen even kijken hoe hoog ik hem kan krijgen. Ik ga denk ik eerst even bounce upgraden. Mijn afstand is nu dus 641. Ik ga eens bounce upgraden naar 17. Dus dan is mijn kaartje ook al meteen 17. Oh, die is nu nog 16. Maar dan heb ik nu nog maar 200.000 coins opgemaakt. En ik heb al zoveel upgrades kunnen doen. We gaan eens kijken hoe ver we nu kunnen komen. Ik had net 641. En dan ga ik zo meteen natuurlijk nog meer upgrades doen. Maar gaan we even kijken hoe ver we nu kunnen komen. Ik weet, zeg maar, de eerste keer kwam ik ongeveer bij die heuvel hier zo. Nou, ik kom nu al een stuk verder. Oké. Ja, 100% dat ik nu een nieuw record heb. Dat kan toch haast niet anders. Zou ik die goal nog kunnen halen? Ga ik erin? No, net niet. Oh, 641. Oké. Dus we zijn nog niet eens heel veel verder. En even een reclame. Ja, gelukkig kan je die gewoon binnen 5 seconden skippen. Dus dat is niet zoveel aan de hand. Weet je, het spel moet ook terugverdiend worden. Hè? Dat is trouwens de vraag of dat gaat gebeuren. Want het was best wel een duur spel om te produceren. We gaan nog één keer schieten. Kijken of ik toch even een nieuw record kan halen. Misschien dat ik die heuvel hier kan raken. Nee, ook niet. Oké. Ja, ik heb geen heuvels echt die ik kan raken. Dus dat is een beetje balen. En als het goed is, ja, dan kom ik inderdaad net niet in deze goal. Was net ook het geval. Oké, ik moet nog wat meer upgrades doen om verder te komen. We gaan wel even power upgraden. Dan doe ik even power naar 20. Hebben we nog 100.000 coins extra uitgegeven. Dan moeten we nu al verder komen, toch? Dat kan niet anders. Ja, dat moet haast wel. Oké, let's go. Ik ben benieuwd of ik misschien deze video al de 1000 kan halen. Gaat wel lastig worden. Maar je moet ook net mazzel hebben dat je precies op zo'n heuvel komt. Als je op zo'n heuvel komt, dan krijg je een extra boost. Waardoor je echt verder kan komen. Misschien hier, dat ik nu op deze heuvel kom. Dat zou perfect zijn. Nee, net niet. Maar misschien een tweede jump. Nee, ook niet. Misschien die heuvel. Oh, jawel, ik kwam er wel op. En ik kan deze misschien nog een beetje meepakken. En dan kan ik deze meepakken. Oh, sick. En dan kan ik misschien deze meepakken. En dan kom ik nog verder. Oké, ik wil nu scoren eigenlijk. Ja! Oh, 801. Dat moet je hebben. Kijk, op die manier kan je heel ver komen. 8000 coins erbij. Weet je wat? Ik doe even keer 2. Dan kijken we één reclame. Maar dan krijg je in totaal 16.000 coins erbij. En dat is toch even net wat chiller.
Ja hoor, en dan hebben we nu 16.000 coins. Dan kunnen we weer wat meer upgrades doen. We zijn dus nu al 18 rated, maar we gaan verder. Ik ga ook even bounce upgraden naar 20. We zijn nu 20! Nice, nice. Panda 99, dus we zijn er nog lang niet. Maar we zijn goed op weg, we zijn goed op weg. Ik heb ondertussen trouwens 132 keer gescoord. Mijn afstand is 800, de hoogte 88 en de schotpower 40. Mocht je afvragen waar alles voor staat. Maar ik ga wel power even verder upgraden. Oké, ik heb nu de helft van mijn coins opgemaakt. Gaan we even kijken of we verder kunnen komen. Maar dan moet je net mazzel hebben met die heuveltjes dus, dat je daarop komt. Maar qua upgrades ben ik nu verder, dus ik trap wel harder. Ik heb verdere bounce en dat heb je sowieso nodig. Maar ja, je hebt natuurlijk ook een beetje mazzel nodig met die heuveltjes. Maar oh joh, als je nu checkt hoe ver ik nu kom in vergelijking met net. Dat is echt niet normaal. Zou ik dit heuveltje, of zou ik dat heuveltje hier links pakken? Of nee, ik kan nu naar deze, Ja, perfect. En dan, ja, ik ga voorbij dit goal. Want misschien dat ik dan net wat verder kom. Ik heb geen idee, zou ik deze goal nog halen? Nou, net niet. Op 800, dus we zaten nu even ver. Even ver met een paar upgrades erbij. Doe gewoon bounce. Ik ga gewoon bounce tegelijkertijd upgraden met power. En dan doe ik power 25 en bounce ook 25. Oh, wat ziek. Oh, ziek. Oké, dan gaan we nu even drukken. Ik heb zoveel upgrades kunnen doen. En dan ben ik benieuwd hoeveel ik zo meteen sta in de ranglijst. Want net stond ik ergens in de 300. Ik denk dat ik nu echt de top 100 binnenstorm. Maar ja, ik wou gewoon even zorgen dat ik alle upgrades deed voor een video. Dan hadden we gewoon een lijp video. En dat is natuurlijk wel net zo leuk. Maar ik moet even weer op zoek naar een bounce. Ik denk dit heuveltje dat ik hierop ga landen. Denk ik? Ah, nee, net niet. Oh, op dat zand moet je niet landen trouwens. Want dat remt juist weer in plaats dat je een boost krijgt. Ik denk dat ik nu niet eens over de 800 zit. Ik denk het niet. Oh, 809! Nice, dat is wel een record. Het wordt trouwens naar beneden afgerond of zo. Ik had net 809, er staat nu 808. Nou, zo heel veel maakt dat ook weer niet uit natuurlijk. Oké, we gaan nog één keer schieten. Kijken of ik daar overheen kan komen. Dan ga ik al mijn coins opmaken en upgrades. En dan ga ik kijken of ik heel misschien de 1000 kan halen. Als ik heel veel massa heb met heuveltjes, zou dat misschien kunnen. Dat zou heel ziek zijn. Kwam ik hier op deze? Oh, nee, daar kwam ik niet op. Oké, op deze was dat volgens mij. Volgens mij, als ik op deze hoogte zit, kan ik hier dit heuveltje halen. Of nee, dat probeerde ik net ook. Ah, dan kom ik tegen die klomp. Oh, helaas. Oh, nou, weet je wat? We gaan alles wel opmaken. Ik doe even deze. En nog een keer power. Oh, dat kost nu gewoon 50.000 per upgrade. Dus het blijft 50.000 per upgrade daarna. Dat is ook wel handig, want anders werd het ook wel extreem duur natuurlijk. Maar dat betekent dat we nu 29 power hebben. Dan gaan we kijken of ik nu misschien de 1000 kan halen. Het zou ziek zijn. Come on. Boom. Dit is wel echt een ziek power shot. Wat natuurlijk ook logisch is, want hoe harder je schiet, hoe verder je komt. Misschien dat ik nu op deze heuvel kan komen. Dat zou perfect zijn. Oeh, ja, oh, dat ik stuitte net. Oh, eigenlijk moet je net aan de achterkant stuiteren. Dan stuit je meer naar voren. En omdat ik nu meer aan de voorkant stuiterde, stuiterde ik meer omhoog. Kijk, en dan heb je er net niet echt iets aan. Hoe ver zijn we nu gekomen? Oh, 700 bij. Ja, ik stuiterde helemaal verkeerd. Maar ik ga even een paar keer voor mezelf spelen. En hopelijk ga ik dan wat verder komen. Oké, dit zou misschien nu iets kunnen worden. Ik moet nu deze heuveltjes pakken. Daar kom ik ook, dus dat is chill. Dan kan ik misschien dit heuveltje hier ook nog pakken. Oh, daar kreeg ik een redelijke boost van. Ja, en dan wil ik dit heuveltje nog pakken. Gewoon van heuvel naar heuvel en niet over het zand, want dan word je afgeremd. En dit was het dan. Oh, dit was wel redelijk. Ja, we hebben de 1000 gehaald. Let's go. Nice, dat wou ik even halen. Oh, dit ziet er toch wel nice uit. 1001 gehaald. Ziek. En hoe staan we ervoor in de ranglijst? Boom, we staan 29ste. Ik zei het toch. Jongen, we staan nu gewoon weer helemaal aan de top. Trouwens, dikke shout-out naar iedereen die in de top staat. Als je jezelf hier ziet, je bent een zieke legend. Ik zou ook nog even een screenshot maken of even van Android in beeld laten komen. Want dit is natuurlijk iOS, maar Android heb je natuurlijk ook. Hier, dit is van Android. Ik weet niet of je het helemaal goed in het scherm ziet. Maar in ieder geval, als je zelf ertussen staat... Je bent een zieke legend. Dit zijn wel spelers die al wel wat verder zijn. Als ik op Android had gespeeld, stond ik nu 17e. En op iOS sta ik nu net iets lager. Dus dat is wel jammer. Maar in principe maakt het niet zo heel veel uit. Het loopt wel ongeveer gelijk naar elkaar. Maar degene met de hoogste score op dit moment is 1 best 0-10.
Die heeft een score van 2.500. En daarna is YouTube. Die heeft 2.399. Dikke shout-out naar jullie, sowieso. Maar houden het spel in de gaten. Ik hou jullie sowieso op de hoogte op het moment dat er weer een update is. En dan gaan we gewoon weer lekker knallen. Dan kan je weer allemaal de andere dingen. Oh ja, ik zou nog even een andere bal kopen. Ik doe even een Nederlandse bal. Dat zou ik nog doen, want ik heb toch genoeg van die punten. Ga ik even best spelen. 1 ronde met de Nederlandse bal. Kijken of ik daar verder mee kan komen. En dit wordt dan het laatste schot. Oké, dan moet ik even hier goed tussen landen. Zorgen dat ik daar niet geraakt word. En dan moet ik proberen bij die heuveltjes daar te komen. Als ik daar kan komen, dan kan ik ziek ver komen. Maar ja, dan moet ik dat natuurlijk wel halen. Kom op. Rol vooruit. Oké, nee, ik rol niet ver genoeg. Ah, jammer. Net kwam ik wel bij die heuveltjes. En kwam ik veel verder. Ja, dan kan je al die heuveltjes bij langs. Maar ja, het ligt ook niet aan de bal. Het ligt gewoon net of je mazzel hebt of je goed stuit het natuurlijk ook. En of je goed speelt, dat natuurlijk ook. Maar ik ben in ieder geval zelf al 26 rated, dus dat is mooi. Waarom heb ik trouwens mijn andere outfit nu niet aan? Ik wil natuurlijk mijn eigen outfitje. Oei, Boos Army. Die ziet er toch wel net wat cooler uit. Maar hey, dat was dit voor deze video. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mijn mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Boos Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar boos.nl en word lid van de Boos Army. Let's go!